Welcome back to the action. It's the PartyPoker.net European Darts Championship coming to you live from Mannheim, Germany. Brought to you by the Professional Darts Corporation. And a welcome to our viewers on ITV4. Let's meet the players then. Would you please welcome from the Netherlands and the former champion of the world, El Matador Jelle Gentlemen, last year's runner-up in the European Championships. He is the world number seven. He is the warrior, Wes Newton. Vorig jaar was de European Championship voor het eerst in deze sporthal, de RWE Sporthal in Mülheim. Toen haalde Wes Newton, het was de vierde keer dat hij meedeed, toen haalde Wes Newton de finale. Verloor die van Simon Whitlock met 11-5. Klaassen deed ook vier keer eerder mee aan dit toernooi. En reikte in 2009 tot de halve finale. Dat was zijn beste prestatie. En nu treffen de beide heren elkaar voor het eerst tijdens het televisietoernooi. The Warrior, Wes Newton uit Fleetwood bij Blackpool. En Jelle Klaassen, The Matador uit Hengelo. Newton, nummer 7 van de wereld. Klaassen op dit moment de nummer 43. Zie jij Klaas Newton vandaag verslaan, Jacques? Ik denk dat hij zeker kans heeft. Klaassen staat de laatste maanden goed spelen. Zal toch best wel met wat zelfvertrouwen ook zijn afgereisd richting Duitsland. Ja, aan de andere kant, Newton is geen makkelijke tegenstander. Wel een onderschatte tegenstander misschien. Door het grote publiek, niet door zijn collega's denk ik. Nummer 7 van de wereld. En hikt toch al een tijdje tegen die top 5, 6, 7 aan. Maar goed, Newton heeft nog steeds geen grote titel op zak. En dat gaat je ook achtervolgen, dus... Zo speelt er bij iedereen wel iets mee. 100. Het zijn in ieder geval twee spelers die in een goed tempo spelen. En dus kunnen ze ook allebei hun eigen spel spelen. Er zijn ook geen spelers die rare dingen doen onderweg. Dus gewoon staan en gooien. En wie het beste gooit, wint. Dat heeft wel wat. Dubbel 18 voor Klaassen. Was voor een 150 finish. Die gooit hier toch wel een flink stukje naast. Newton mag vanaf 122 gaan proberen te breken. Triple 18 en bullseye.
En de triple die hem in beeld heeft is de triple 18. Hij gaat er net naast. 9. Keurig in één keer gerooid door Jelle Klaassen. De jongste winnaar ooit op Lakeside. Toen was hij 21 jaar en 90 dagen. Nu is hij 28 jaar oud, Jelle Klaassen. Zijn tegenstander Newton is 35. Dat zou een maximale score geweest zijn als die laatste pijl niet over de andere twee was heen gegleden. Nou, de Klaassen, dan doe ik het maar. Ja, Klaassen is er een tijdje uit geweest. En in die tussentijd heeft hij andere darts aangemeten, andere speelstijl aangemeten. Eigenlijk het roer helemaal omgegooid. Te veel mee getraind. En heeft heel veel vertrouwen hierin. En denkt dat hij op dit moment beter speelt dan wanneer hij in de tijd dat hij wereldkampioen werd. Ik denk dat hij gelijk heeft. Hij gaat naar dubbel 18 toe. Tegenwoordig Jelle Klaassen. Zo. Die gooit hij makkelijk. En Newton liet ook geen finish. En Klaassen heel vlot naar 2-0. Met een gemiddelde. Van, nou, zo rond de 110. Alsjeblieft. Voor Newton om terug te breken. Die is goed. Dan naar de 11 toe. Oh, kiest voor bol en dubbel 18. Wes Newton. Het is altijd een risico om voor die enkele bol te gaan. Omdat je hem makkelijk kan missen of bullseye kunt gooien. Newton heeft een extra dart nodig om nog te kunnen terugbreken. Maar dat doet hij wel. 2-1. Lekker rumoerig in de zaal. Ja, je hebt ook het idee dat het publiek met hele andere dingen bezig is dan met deze wedstrijd. Kijk eens naar het gemiddelde van Jelle Klaassen, zeg. 109 en een beetje zit hij op dit moment op. Ja, dat is heel constant eigenlijk, zo rond die 110. En Newton, ondanks dat hij pas rond de 95 zit, kan hij wel naar 2-2 gaan. Beter van geen ophouden meer. Ja, liever dit dan boegeroep en gefluit. Zo is een van Newton om het weer in balans te brengen.
dubbel 18 bij deze gebeurt. Ja, daar is weinig aan te doen aan zo lek. Newton mag hem beginnen en gooit hem in 11 darts uit. Maar goed. Dat betekent ook dat Klaassen nu wel aan de bak moet in zijn eigen lek. Hij heeft de laatste twee legs gewonnen. Dan kun je een gemiddelde gooien van 107 een beetje. Dat maakt allemaal dus niet uit. Nou, ja, dit is wel lekker hoor. Hij staat goed te spelen, Jelle Klaassen. Hij lijkt even ruimte te hebben, Klaassen, maar dan is Newton toch weer met 137 en eens dichtbij. En Klaassen mist de triple 18. Beide malen. En laat 60 over. En dus een klein kansje voor Newton. Hij heeft twee triples nodig voordat hij richting een dubbel mag. En de tweede zit er niet in, denk ik. Winter en tops, Jelle Klaassen. Nee. En als Newton dubbel 2 gooit, dan pakt hij zijn derde leg op rij. En staat hij voor het eerste voorsprong. Nu wordt het dubbel 1 bovenin. En die gooit hij. En dan hebben we 5 legs gespeeld. Dan mogen beide heren hun zonde even overdenken. Van een 3-2 voorsprong ging de Warrior tegen Jelle Klaassen. Klaassen, wiens shirt bijzonder veel weg heeft van het nieuwe uitshirt van Ajax. Maar dit geheel terzijde. Klaas moet wel een beetje oppassen nu dat hij niet de controle over de wedstrijd gaat verliezen. Hij staat de eerste twee legs fantastisch goed te spelen. En Newton is een taaie. Maar laten we niet vergeten, Klaas verliest gewoon 2 keer zijn eigen leg natuurlijk. Zowel in leg 3 als in leg 5 doet hij dat. Dus weet hij dat hij in ieder geval 1 keer Newton zal moeten terugbreken. Het lijkt erop dat het niet in deze leg gaat gebeuren. Ja, Newton is wel een stuk volwassener geworden dan een paar jaar geleden. Dan moet je hem toch meegeven. Hij hoort echt bij de grote man op dit moment. Speelde voor de eerste Premier League natuurlijk, dit jaar. En komt nu op 4-2 tegen Jelle Klaassen. Overigens, ik heb niet het idee dat dit de twee darters met de mooiste speelstijl van alle van nee, allemaal zijn. Met name Newton, die staat helemaal achterover gebogen, helemaal krom aan het bord als het ware. Volgens mij hou je dat ook nooit 20 jaar vol.
Ja, en Klaassen is wel snel, maar het is toch erg hoekig. Niet stil staat hij, loopt al bij de derde pijl. Het is niet darten volgens het boekje, maar ja, als ze erin gaan, maakt het eigenlijk weinig uit hoe je gooit. Dan gooi je ze achterstevoren en op zijn kop. Als ze met de punt in het bord zitten en ze zitten in de juiste vlakjes, dan tellen we het toch snel goed. Ja, deze lek moet Klaassen houden hoor. Als hij deze lek niet houdt, dan is het gedaan. En Newton scoort gewoon beter op dit moment dan Klaassen. Als je de eerste drie legs tegen een gemiddelde van 110 staat te gooien, je staat nu op bijna 96. Ja, dan weet je ook dat je de tweede drie legs, dus 110 min 14 is 96, min nog 14 is 82 staat te gooien. 112 voor Klaas. En het is heel belangrijk voor hem. Kan die bij die triple 20 komen? Die is helemaal geblokkeerd. Ik durf het niet te zeggen. Zit hij erin? Nee. En dan kan Newton de trekker nu definitief overhalen als hij deze 110 uitgooit. Triple 18, dubbel 18. Niet gegooid. Het kan nog voor Jelle Klaassen, maar dan moet deze dubbel 18 uit. En die gaat uit. En dan moet Wes Newton nu worden gebroken. 60. Nou, Klaassen pakt het initiatief. 100. Maar geen triples dan vervolgens. Daar is hij duidelijk niet tevreden over. Hij kan toch soms ook wel een opgewonden standje zijn hoor, Jelle Klaassen. Als het niet loopt zoals hij wil, dan laat hij dat wel merken. Ja, zal hij niet de illusie gehad hebben dat hij die triple 20 nog kon raken. Maar probeer het wel. Het is toch raar hè, hoe Newton gooit dus 4-5 legs op rij fantastisch goed. En dan deze leg is het gewoon helemaal niks. Na 5 beurten nog niet onder de 200. Terwijl die andere legs daarvoor gewoon in 5 beurten uit was. Jelle Klaassen vindt het niet erg. Staat zelf ook niet... om zijn top te gooien in deze leg. Maar maakt wel 4-4. Best of 3 is het nu. We hebben twee partijen achter elkaar gehad die eindigden in 6-5. Maar wij maar zeggen, er zijn geen partijen die in 6-5 eindigen tot nu toe. Ja, dat was ook zo op dat moment. Ja. Dan hebben we het wel afgeroepen. Nou goed, gelukkig is het morgen weekend. De boodschappen kunnen wel een uurtje wachten morgen. Ik zou zeker blijven kijken, want we hebben nog een aantal prachtige partijen vandaag. Die je eigenlijk niet mag missen. De winnaar van deze partij wacht in de tweede ronde Justin Pipe. Dan zal de winnaar van deze partij zijn tempo in ieder geval moeten aanpassen in de volgende ronde. Thank you.
En nu is het weer Newton die het initiatief heeft in de leg die Klaassen begonnen is. En geholpen door die 180 natuurlijk. Oeh, mist de 18 met de laatste pijl. Dat betekent geen finish over en 6 darts voor Newton. Ja, en dan heeft Klaassen net het zware werk gedaan. Newton teruggebroken en dan gaat hij direct daarna zijn eigen leg ook weer heel makkelijk afgeven. Want hij kan het ook niet verdedigen. Het is wat je eerder al zei. Je zag net die tweede pijl, dat ging mooi. Althans, naar verhouding. En dan die derde, dan wil hij te graag of zo. Dan probeert hij hem erin te duwen. Doe dat dan op dezelfde manier als die tweede pijl, zou je zeggen. Maar Newton geeft hem nog een kans. En dus moet Klaassen naar beneden. Triple 19 gegooid. Twee keer dubbel 18 geprobeerd. De eerste zit erin. De tweede zit er ook in. Oh, Jelle Klaassen. 129. Spektakel. Wat een moment. Sta je 4-2 achter. En nu toch weer 5-4 voor. Klaassen heeft het in eigen hand. 18. Ik weet niet wat ze in de drank gestopt hebben vandaag. Het publiek blijft maar feest vieren. Ik weet niet, ook niet wat ze in het eten van de darters hebben gedaan, maar het schijnt hier allemaal tot een 11e en beslissende leek te moeten gaan. Tops voor Newton, dubbel 10 voor Newton voor 5-5. Nee, kans voor Klaassen vanaf 112 om naar de tweede ronde te gaan. Net was het 129 die hij uitgooide. Ik denk dat hij erin zit. Dubbel 16. Ja, ja, ja. Jelle Klaassen verslaat na een 4-2 achterstand Wes Newton met 6-4. En is door. De Matador.